Let's go to the movies and see a lovely show. Huh? Mama, don't you wanna go? Uh-huh. Baby, that's a killer. When we see a love scene, I'll hold you nice and tight. Huh? Baby, don't you think that's right? Uh-huh. We'll get some candy, a bottle of soda too. I really think that's dandy to know that I'm with you. When we leave the movies, I'll take you to your dome. Huh? Baby, can I take you home? Uh-huh. Yeah, yeah. De bel? Ik ga wel. Dag, Milijn. Ik moet Werner spreken. Kom binnen. En dit is van de kerstman. 5 kilowatt 46. Sam, je verwendt ons echt te veel. Ik weet het. Veel te veel. Goedenavond, Werner. Dag, Sam. Wie wil er een aperitiefje? Dacht je nu echt dat ik het niet zou merken? Ga maar iets te drinken, schatje. Of dacht je dat ik te stom zou zijn om te zien dat je al 2 maanden lang het kasregister vervalst? Sinds de eerste dag na de dood van de oude Philips Werner. Ja, maar kom, Sam. Het is kerstmis. Kijk eens hier. Wat vind je hiervan? Mijn nieuwste aanwinst heb ik gekregen van Milijn. Zeer interessant, maar daarvoor ben ik niet gekomen. Ik wil uw ontslagbrief. En het geld. Anders zal ik de politie erbij. Dat had je nu niet moeten zeggen. Dennis! Kom, doe niet belachelijk. Sorry, maar het was de enige oplossing. Onze toekomst stond op het spel, Milijn. Het spijt me voor je hart. Er was ook geen tijd om je te waarschuwen. Maar in de politie? Luister, zijn vingerafdrukken die staan op de dolk. We noemen het wettige zelfverdediging. En we zeggen gewoon dat hij ons wilde vermoorden. Omdat we wisten dat hij uit de kast stal. Is hij nu echt helemaal dood? Niet echt helemaal. Sam. Sam, ik heb er echt niks mee te maken. Ik zweer het u. Sam, ik heb niks gezien. Echt niet. Sam, alsjeblieft, ik voel me niet goed. Oh, voelt u niet goed? Kom maar hier, dokter Sam gaat u opereren. Proficiat. Schoon hartinfarct. Die verzekering en derfenis die zijn voor ons. Dat je haar hart het nooit zou begeven. Ah, pessimist. Bon, champagne? Yes. Ik heb een fles meegebracht, ze staat in de keuken. Champagne? Ja. Toch weer van een goed jaar. neem een olijfje. Ja. Zeg, we kunnen ondertussen misschien best de politie bellen. Kwestie van niet te veel tijd te laten haar dood. Maar we kunnen ze toch zo niet ontvangen? Dan moeten we ons eerst nog omkleden. En, en schillen. Nou ja, op te kunnen wenen. Uw verdriet ontroert mij. Jij leeft. Bespaar mij uw komedie, alstublieft. Sam heeft mij alles verteld. Ik kon het eerst niet eens geloven. Jezus Christus. Dus jij en Sam werken al de hele tijd samen? Niet alleen werken, Werner. Niet alleen werken. En nu zitten er echte kogels in. Maar jij zult beschuldigd worden van moord. Inderdaad, ja, als we pistool zouden gebruiken. Maar dood met de kogel vond ik toch iets te min voor iemand van jouw kaliber. Champagne. Dat is niet echt van een goed jaar. Nog 5 seconden. Yeah.
zo lang op? Wacht jij al zo lang op? Je begrijpt toch dat ik de moord op mijn man moet wreken? Hélène. Ik heb je niet meer nodig, Sam. Hélène. Van vrijwillige doodslag. Ik besefte gelukkig op tijd dat alcohol soms de gezondheid schaadt. Dus ik nam genoegen met sprudelwasser. Ja, ja, Milijn. Het zal hier wel eenzaam zijn met jou in de gevangenis. Maar schatje, toch? Heb jij nu geen kogels meer? Spijtig, hè? Eigenlijk is het beter dat jij ook sterft. Dan zullen we zeggen dat jij en Sam elkaar hebben vermoord. Dat had je nu echt niet moeten doen. Bedankt, Werner. Nu jij naar de gevangenis gaat voor de moord op je vrouw, heb ik de firma eindelijk alleen in handen. Dus jij hebt dit allemaal opgezet om mij, Milijn, te laten vermoorden? Oh, Werner. Niks persoonlijk zo. Het gaat me enkel om het geld. Werner had dus gelijk. Je hebt mij gewoon gebruikt. Kun je het mij ooit vergeven, Werner? Milijn. Sam! Oh. Mijn held, kom in mijn armen, kom. Ik alleen ga die firma leiden. Ayuras, dames en heren, is een dodelijk gif uit de Amazone. Het verlamt in enkele seconden alle spieren uit het lichaam. Zelfs de hartspier wordt niet gespaard. Resultaat? Een doodnormale hartaanval. Een zeer geloofwaardige doodsoorzaak. Komt vrij veel voor. Onlangs zelfs een tweetal maand geleden bij iemand uit onze firma. Ik geloof zelfs dat het de grote baas was, meneer Philips. Ja, een hartaanval, zo plotseling. Oh, ik gebruikte zelfs hetzelfde pijltje. Bedankt, Sam. Meer hoefden we niet te weten. Wij misten alleen nog overtuigend bewijsmateriaal. Werner? Heeft u zo genoeg, commissaris? We hebben genoeg. Neem hem maar mee. Hey, Sam. Ik was ingeënt tegen alle mogelijke gifsoorten. Dat was allemaal voorzien. Bedankt, Werner. Bedankt, Milijn. En u ook bedankt, kijkers. Hopelijk heeft deze ervaring u nogmaals duidelijk gemaakt dat de misdaad geen lonende bezigheid is. Kom nog veilig thuis. En zalig kerstfeest. Alsjeblieft. De was. I love this show. Huh? Baby, don't you wanna go? Aha! Mama, that's a killer. When we see a love scene, I'll hold you nice and tight. Huh? Mama, don't you think that's right? Aha! Well, that's a killer, killer, killer. We'll get some candy, a bottle of soda too. I really think that's dandy to know that I'm with you. When we leave the movies, I'll take you to your dome. Huh? Baby, can I take you home? Uh-huh. Mama, that's a killer. Oh, baby, we're going to the movies now, baby.